Het is een nieuwe FIFA-regel die minderjarige talentvolle voetballers moet beschermen tegen mensenhandel. Iemand onder de 18 mag niet zomaar bij een buitenlandse club spelen. Maar die regel treft ook jonge asielzoekers die nu geen amateurwedstrijden meer mogen spelen. Volgens de KNVB gaat het landelijk om zo'n 300 gedupeerde minderjarige spelers. Volgende kan al inspelen en gelijk door. De warming-up van de Asser Boys onder 17. Ze maken zich op voor de uitwedstrijd tegen stadsgenoot LTC. In het team 5 minderjarige asielzoekers, zoals Abdel uit Jemen. Ja, I really like to play football, especially with this team. Maar door de strenge FIFA-regels mag hij officieel niet meedoen. Om te voorkomen dat clubs minderjarige toptalenten uit het buitenland halen, moeten ook deze jongens allerlei documenten aanleveren. Er moet bevestiging van ouders komen. Nou, van vluchtelingen waarvan de ouders al niet meer leven, wordt dat best lastig. Achtergrond waar ze eerder gevoetbald hebben. Ze moeten de voetbalclubs melden waar ze eerder in dienst geweest zijn. Zo wordt het ook genoemd, in dienst. Volgende, yes, go! If they allow me to play, then it's okay for me. Yeah. If they don't allow it, then it's okay also. Om de regels te omzeilen gaat coach Carlos in gesprek met tegenstander en scheidsrechter. Ik meld het en als je er niet mee akkoord gaat, houdt het op. Nee, dat gaat er niet. Wij gaan akkoord. En dus kan de wedstrijd beginnen. De KNVB laat in een schriftelijke reactie weten dat ze het vervelend vinden voor de jongens. En dat ze proberen om er iets aan te doen. Maar ja, het zijn wel FIFA-regels. En ze kaatsen dus als het ware de bal terug. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk. We doen ons best. Hoe moeilijk is het nou van de KNVB om even een algemene dispensatie te verlenen aan die kinderen. En daarna dat wij de gegevens aanleveren voor zover dat mogelijk is. De wedstrijd lag nog even stil omdat er een speler in het veld stond die echt niet mee mocht doen. Uiteindelijk werd het 2-3 voor de Asser Boys.